Ik ga even met Sten van der Valk bellen. De woordvoerder van de gemeente Wassenaar, maar ook woordvoerder van Leendert de Lange. De voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland. Het is 11 augustus. Dit is de voicemail van Sten van der Valk. Ik bel zo snel mogelijk terug. Dank u wel. Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon. Ja, goedemiddag Sten. Met Huig Plug uit Katwijk aan Zee spreek je. Een maand geleden is er een Duitse jongen verdronken voor de kust van de Wassenaarse Slag. En wij hebben elkaar gesproken over een evaluatie die de gemeente Wassenaar zou hebben met de Wassenaarse Reddingsbrigade. Het punt is dat de gemeente Wassenaar de lifeguards van de Reddingsbrigade heeft bedankt. Maar de Reddingsbrigade was dicht die middag toen de jongen in de golven verdween. Nou ja, je weet waar het over gaat. In de tussentijd heeft de Leendert de Lange, de burgemeester, maar ook voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland, Karin Handstede naar mij toegestuurd, de gemeentesecretaris. Je kent de casus inmiddels, een kwestie. En ik wil weten, wat is er nou precies gebeurd? En is dat rapport beschikbaar voor mij en de pers? Alvast een prettig weekend en ik hoop dat je nog even terugbelt. Dankjewel. Ik heb al een paar keer met Sten gebeld en ik krijg steeds een voicemail. En de gemeente en Sten beantwoorden ook niet de e-mails die ik naar hun heb gestuurd. Het is nu 11 augustus en een maand geleden verdronk de Duitse jongen. En de Katwijkse Reddingsbrigade heeft geassisteerd. En er waren 3 helikopters in de lucht. Maar er verdronk iemand. En er werden 2 Duitsers, 2 mensen gered. Maar door wie zijn ze gered? En hebben de mensen die de 2 personen uit zee hebben gehaald, hebben die nazorg gekregen? En heeft de Katwijkse visser nazorg gekregen die op 12 juli de Duitse jongen in zijn staande wand aantrof? Is dat allemaal geregeld, meneer De Lange? Ik wil graag antwoord. Zwijgen heeft geen zin. Daarmee wordt de kwestie alleen maar ernstiger. Duidelijkheid, dat is wat er nodig is. Oké, dank u wel.